The right woman on the right place, zegt Weidenbos, Rut Weidenbos van de stichting Vrouwenpolitieke Alliantie Suriname over de voordracht van Menorma Suknanden als kandidaat secretaris-generaal van de CARICOM. Weidenbos had samen met andere organisaties die opkomen voor gendergelijkheid in een open brief aan de president gepleit voor de voordracht van Suknanden. Misschien was de regering het al voornemens, ik weet dat niet, maar in elk geval hebben wij dat geëntameerd. Omdat we zien dat gendergelijkheid niet altijd, laten we zeggen, zo naar voren komt. En mevrouw ambassadeur Suknanden is voor ons de beste persoon uit haar het werk dat ze tot nu toe gedaan heeft binnen de CARICOM. Het feit dat zij toch wel al een hele tijd plaatsvervangend secretaris-generaal van de CARICOM is. Ik denk dat niemand beter de CARICOM kent dan zij zelf. Dus we staan volledig achter haar voordracht. En we verwachten ook dat de regering echt gaat lobbyen dat zij dat wordt. De voordracht en eventuele benoeming van Suknanden kan volgens Weidenbos een inspiratie zijn naar in het bijzonder jonge vrouwen. Om te laten zien dat hard werken wordt beloond. Nou, ik denk dat zij het evenbeeld is van niet een vrouw om een vrouw. Als u kijkt naar de CV, als u kijkt naar het werk wat ze tot nu toe gedaan heeft, is zij gewoon de beste persoon voor de job. Dus het is voor vrouwen ook een boost. Ook voor jonge vrouwen om te zien dat door hard werken een goede job te doen, een bepaalde opleiding te volgen, meerdere zelf, je toch de top kan bereiken. En als er even uit het veld van de vrouwen het idee zou kunnen ontstaan dat er weer een vrouw gepasseerd zal worden, dat er toch met vrouwenorganisaties zijn die een aan de bel trekken. Rut Weidenbos, voorzitter van de stichting Vrouwenpolitieke Alliantie Suriname. De voordracht van Suknanden is gedaan tegen de achtergrond van het belang dat Suriname hecht aan het regionaal integratieproces.